green light, go, go, go. Oh, dat is al verkeerd. Ik zie een X. Oké, kwalificatie. Top 20, hoop ik. Hier weer niks. Wat een kutzon. Ik zie helemaal niks nu.
Dat was te veel overstuur. Maar een goede ron alstublieft. 1,48 wil ik. Allee, ik stomme kutter man. Man, serieus joh. Godverdomme.
Oké, nu geen stomme fouten alsjeblieft. Babbelkoek! Moet ik overstuur, man? Doe me. Allee al. 1/10 de kost voor 18. Ja, thanks. Je had toch nu wat weten te vinden, Marcel? Ja, nee, dat zit gewoon in die baan, dat zit op optimum. Mm-hmm. Hebben wij voor jou gereden, hè, optimum, zodat jij kon rijden. Ja, ja, ja. Ik heb wat extra rub in neergelegd, dat was lekker. Nick lekker mee reed. Deze gaan we skippen, iedereen in de pit blijven zien. Ja, gaan we net rijden. Jongens, ik weet niet of ik het net goed zag, maar ik zag iemand achteruit de baan oprijden in de begin van de communicatie. Ja, maar hou het gewoon uit, inderdaad. Die zat bij André van Duin in de show, denk ik. Hey Willem, had jij dat ook wel wat ik daar een keer zei, dat die timing niet helemaal klopt? Ja, ik zag Benno niet achter mij. Nee, ik reed de pit uit. Ja. En ik zag 42 seconden had ik op jou en opeens zat Benno in de kofferbak. Ja, dat had ik naast van jou ook. Ja. Ik ben niet de enige. Nee. 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 Ja, je moet echt goed opletten. Dat is echt goed in je spiegels kijken. Want, af en toe ben ik op een kaartje. Dan ben ik hier in de auto. En dan komt het toe. Oké, guys. Ik geloof dat je gewijzigd opwarm rond zometeen dus. Zometeen zegt de game dat we één bocht voor start finish. Go. Hè. Eigenlijk de single file en dat verhaal wat we vorige keer ook hebben gedaan. Maar dat is zeg maar een heel klein stukje. Daarna dan laat de game ons los. Maar dan begint onze eigenlijke opwarmronde. En dan gaan we dus allemaal in single file rijden. Het laatste moment, dan gaan we allemaal 2-aan-2 oplijnen zoals we nu ook staan. En degene die vooraan rijdt, die gaat vast bij start-finish op het gas. En dan is het een kwestie van volgen. Maximum snelheid is 120 km per uur tijdens deze opwarmronde. Niet heen en weer slingeren. En dat is het. Dus tot aan de start maximaal 120 km per uur. Niet harder. Allemaal bij elkaar blijven en enkel check.
succes. See you guys. Succes man. Yo, succes. Ja. Dus één volledig rondje nu, hè? Eén volledige ronde zo meteen. Nadat de game ons los heeft gelaten. Ja, dat geldt eigenlijk ook voor de. Ja, zeg maar. Eigenlijk twee opwarmen. Ja, ja. Oké, ja, René, wat is dat? Weet de Brent dat ook, jongen? Ja. Dus we hebben, de tijd gaat wel lopen vanaf. En drijfdruk. Dat iedereen pusht het ook dan? Dat weet ik niet, denk het niet meer, denk ik. Pushen, ik weet het niet. Ik heb inmiddels pushen het al, ja. Het is tegenwoordig wel veel minder dan normaal, dus. Ik kan het niet zeggen. Het is wel een pak minder dan vooraf, dus. Misschien, ik weet het niet. Kan zij nog wel, kan zij niet meer, kan. Ik heb gewoon spanning, weet je dat? Ik weet het niet. Spanning is dat. Dit voelt hetzelfde als dat ik in een kart stap. Kijk dit ook. Ja, ja. 2 minuten dus. 2 minuten klotsen nog om. Heb jij geen airco dan? Hallo, Swag. Maar van tijd gaat het dan naar 4, van tijd gaat het dan naar 5. Dus ik denk dat het echte messen zijn, denk ik. Maar ik kan het niet zeggen, 100%. Ik hoop het niet meer. Maar nu heb ik heel veel followers. Maar ja, hoort erbij zeker. Schreef elkaar zo meteen even de ruimte ook in deze smalle bocht. 2 maanden. 2 maanden en een half. Maar nu heb ik heel veel last van unfollowers. Maar ja, bol. Zij zo, hè. Mensen gaan, mensen komen, hè. Ja, dat hoort erbij. Ik zal daar een kleine opwarmen of eventjes allemaal zodat we weer 2-2 gaan rijden. Maar waar kan ik juist uit het vak single file starten? Er zit dubbel file, dik single file. Zometeen single file. Dus de eerste rij zometeen weg. Ja, ja, dat is het belangrijkste. Wanneer we echt gaan racen, is het double of single? Double. Okay. Maximaal 120 km per uur. Ik kan iedereen even op zo'n druif drukken, want anders missen weer mensen het. Ja, hoe moet je daar klikken? 120. Ja, maar wat knop is dat? Nee, dit staat boven. Ik ben niet boven. Als je al in je zit. Is. Anders mis je je startnamen. Ja. Dat hoort erbij, hè, maar. Nou, ja, ik heb bijna 3200. Ben ik in een keer gezegd naar 3100. Oh, dit is like iRacing of wat? Dat is wel een 120 man. Graag aanhaken.
Ja, dit is Barcelona, dit is DCSM Racing League. En twee rijden, hallo. Ik stond aan de rechtse kant, hè, dus moet ik hier staan. Ik denk dat we mogen starten nu of wat, ik weet het niet, hè. Man, je stoel blijft niet staan, hè? Ja, bedankt. Later. Eerste overal. Kom aan, pak hem, pak hem. En natuurlijk ga ik weer over. Ik heb al een penalty aan mijn broek.
Dat ook nog. Dat kan er ook nog bij. Fast as snap so far, come on, yo.
Toen maar naar. Dan heeft hij pech. Waarom moet je nog racen? Nog even. Waar waren de brokjes hier? Nee, geen brokjes! Geen brokjes! Geef dan een beetje van plus eten. Maar geen brokken! Thank you.
Come on, give me the first lap. Thank you.
even mijn coördinaten weer op om dingen te schieten. Via de maps? Nee, dat hebben bolletje. Dat rode zwart bolletje. Het is niet rondes. Is het even pauze of zo? Of? Ja, we hebben nog even 3-4 minuten. Jongens, kijk eigenlijk met dat crashen, dat kost je schade en damage. Hey, hallo! Gaan we terug te pitsen. Oh, jongen. Gaat echt van je rating af. Gewoon van de baan af en de garage in. Ik heb een lekkere speld om dat te doen. Verbinden hoor, aan het eind van de race. Probeer het even.
Hey Mark, hoe kom jij nou een lekker band? Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Hij zegt dat je een circle ja. Nou, dat kan inderdaad niet zo doen. Voor diegenen die er inderdaad uitzitten, die kan er inderdaad in. Helaas. Vervelend van de disconnect. We kunnen kijken of we nog wat met de settings kunnen doen de volgende keer. Maar nee, dat kan niet. Voor nu is het helaas wat het is. Oké. Okay, allemaal weer setup inladen en zo meteen gaan we gewoon weer rijden zoals we net zijn weggereden en dan wachten we allemaal op het lange stuk, gaan we allemaal achter elkaar staan zoals we nu staan en dan ga ik iedereen zijn positie doorgeven zoals we zo meteen van start gaan. Goed? Yo, okidoo. Is dat zo'n belangrijke reden? Nee joh. Oh. En maar de startvolgorde is hetzelfde? Is het, is die... Nee, wordt handmatig aangepast. Oh, het staat alleen toevallig op dat. Weet je op dat Niels, kom op joh. Ja, ik ging even wat drinken halen, even pissen. Ja, nee, het is echt niet normaal. Vappen. Ja, nou dat ga ik nu nog even doen, 2 minuten. 3 dagen voor nodig, eerst 2 dagen opwekken. Nee. Zo meteen allemaal een nieuwe setup inladen en zo meteen gaan we allemaal op het rechterstuk stilstaan in 1 lijn achter elkaar en ga ik iedereen een startpositie doorgeven voor deze race. En nogmaals gebaseerd op de uitslag van de race zojuist. Gefeliciteerd top 3. En ik heb geen idee wat het was, maar we gaan naar huis struggelen. Kruipen, dat maakt niet uit. Ja, die Marcel die deed daar, ik heb heel race toe, race toe! Dat was wel eerst te horen. Nee, je hebt niet. Ja, Mario Kart. Ik kan maar denken, Spikies uit zijn velk, weet je. En ik kan maar dit eraan tikken, dus ik van park. Ja, ik heb jij alvast aan Brent zijn startpositie door nu. Zou je nog kon kicken? Ja, klopt. Die is van de biezen. Ik had me vergist, maar het was vrij, de bocht dat je me de eerste keer zeg maar inhaalde, vond ik een vrij brusk ingaan. Ja. Het was meer dicebommen dan dat ik het een actie vond dat ik zeg, nou, dat is een proper inhaak. Nou, ik was het niet maar, Ron. Ik vond het zelf eigenlijk wel. Oké, gelukkig. Het zat een gat, maar toen ik het, ja, ik vond het eigenlijk niet dat het anders kwam. Dus ik weet niet wat. Goed idee, uitvoering was minder. Ja, precies. Maar het was geen contact. Nee, omdat ik hem wegstuurde. Maar dat nee. Is na de race, maar ja, dat was nadat ik de wordt ook bij hem, maar we blijven sturen. Ja, je kan sturen of niet. Maar nee, dit is Gerg, hè? Is het wat? Die bonus grid of? Ja. Ja, scheelt ook weinig hoor, we raakten elkaar bijna. Ik denk, als het geraad op mij rood is, denk ik, oh jee. Ik zag het dat was het. Ja, het is wel spectaculair tegen die zoekel. Ik ga toch trouwens, Mark, nog 1 keer vragen. Hoe kwam jij aan jouw lekker band? Mark? Niet? Mark? Oh. Ik ga ja. Een lockdown. Jingleveld wegrijden allemaal weer. Te lang rijdt een stuk van weg. Ik kan wel aan de kant. Ik denk dat Mark heel even gewist is ofzo. Ik ben er gewoon, hè. Oh. Maar aan de linkerkant wordt hier van de rechterkant aanleiding. Ja, dat is ook goed. Inhalen. Dat is hoe je gebruikelijk inhaalt van de linker. Eerst de achterste maar inhalen, dat lijkt me best. Maar ik hoor Mark je microfoon valt tegen mij volgens mij. Want, Nee, ik heb van koers vertellen. Wim blijft links rijden, maar die zit er misschien niet. Oh.
Oké, allemaal in een rij links stilgestaan. Ja, nou is het in links. Wat is het nou? Ja, nee, ja, blijf rechts. Jongen. Stilstaan jongens, kijk uit. Remmen. Oké. Iedereen zijn lampen aan. Dan ga ik iedereen zijn startpositie aangeven. Plek 20 zometeen Marcel, dus die kan gewoon blijven staan. Doe het andersom, Marcel. Doe het andersom, Mark, want dan kan ik de eerste gelijk wegrijden. Dat is een hele goede, dank. Meneer Heijstee mag naar voren rijden, links er voorbij. Meneer Heijstee is op plek nummer 1. Meneer Stevenman mag daarachter gaan staan op plek nummer 2. Meneer Dirks mag op plek nummer 3 gaan staan. Dat is mevrouw, hè? Meneer Zoetens op nummer 4. Henny op plek nummer 5. Patrick mag naar plek nummer 6. Is het de bedoeling dat we eerst een ronde rijden of nou meteen stoppen? Nee, we gaan nog een ronde rijden. Ja, dus, we even allemaal achter elkaar staan. Henny voor mij. Patrick moet ook nog voor mij. Henny, jij moet voor Patrick gaan staan, voor die Ferrari. Henny, wat ben je aan het doen? Ik ga de muur in. Cruciaal! Oké. Meneer Airpods, even allemaal stilgestaan daar jongens bij de gridsvraag. Meneer Airpods komt achter mij. Yellow flag. Dan krijgen we Harm. Wie is er mee? Dan krijgen we meneer Vosselen. Mij is Mark. Henny, je moet voor de Ferrari staan. Kijk, Marcel, ik hou je in. Kijk, Airpods mag achter mij gaan staan. Ja. Harm, plek nummer 9. Meneer Van Vosselen komt daarachter op plek nummer 10. Oké, dan krijgen we Kjeld. Plek nummer, wat is het? 10 dan, hè? 9. Nick van de Biesten erachteraan. Meneer Van Bokhoven. Ronel. Brent, plek nummer 14. Dus achter de Ronel. Vervolgens krijgen we Willem. Martijn, Robby, Gerard en Marcel. Ja, het wordt donker jongens straks. Ja. Staat iedereen op zijn positie? Yes. Ja. Nee, alleen Brent moet mij nog voorbij. Ja, dat is niet gelukt. Ja. Oké, kunnen we nu allemaal gewoon gaan rijden? En dan gaan we weer 2-aan-2 rijden zometeen, zoals we net ook hebben gedaan. Dan gaan degene die nu vooraan rijdt, die mag pas vanaf start-finish het gas intrappen. Maximaal 120. Wij mag bij mij rond. Hij stalt. Hij stalt. Ben je niet meer gestart? Nee. Gewoon je gas intrappen. Stilstaan. Veel stilstaan en dan je gas intrappen. Even remmen. Stilstaan. Ja. Sorry. Maakt niet uit. Geen paniek. Dat is een paar keer automatisch start of zo, denk ik, of niet? Nee, ik doe dat mee wel, dus... Maar ik moet ja, dat weet ik niet. Ik kom meteen waarschijnlijk, denk ik. Ja, volgens mij ook. Allemaal maar in, Robby. Oké. Ja. Zeker. Ja, achter mij, Robby. Stuur, zijn nog niet. Moet je op een Thank you.
lijn in positie. Is even links of even rechts? Left. Meer aan de left. Even rechts. Push! Sorry. Car on the left.
daar is gaat de race. Thank you.
schoot me gewoon, man. Thank you.
kut remmen. Thank you.
Oh, nice. Fireworks. I love fireworks. Ik kan niet inhalen in bochten. Nou, op zich wel, maar. Zoals de Ferrari, Mark. Wat zeg jij? Was een Ferrari die achter mij erin reed en dan zo ons twee eruit. Ik... Hey, Dirks? Of dacht je? Ik heb geen idee, maar laten we het gewoon even. Nee, gaan. Niet Dirks. Lekker bij jou, inderdaad. Ja. Lekker biertje pakken en ik ga de free play op het gemak terugkijken. Want, ja. Ja. Ik denk dat we alles. Marcel. Ja. Volgens mij had jij je gast wel wat vroeg in. Ik zag jou als een man voorbij schieten. Ja, onder allemaal veel binnen van het veld. Ja. Wat ga je jullie doen? Ik gast ze. Ja, maar je hield wel. Je ging wel inhalen. Oké, bedankt voor het kijken. Thank you for watching. Bye bye, thank you. Maar ja, ik vind het lastig hoor. Dit zou die los opstellen. Vind ik persoonlijk hoor. Zou niet het spel echt zelf doen. Die niet volgorde. Het is wel grappig hoor.